denk dat er te weinig begrip is over de loopbaan van elke kunstenaar op zich, maar ook van elke organisatie op zich. Maar is dat niet het grote probleem dat men probeert te formateren voor iedereen, wat eigenlijk heel individueel moet bekeken worden en dat men niet beseft dat het kunstenveld is groot geworden door dat echt onwaarschijnlijk breed ecosysteem? Natuurlijk, door die humuslaag, en daar voelde gewoon nu dat daar de grote squeeze gaat zitten. Hè. Ik kan mij ook voorstellen, bijvoorbeeld met die beurzen of zo, dat als er iemand een keer een break wilt nemen in het midden van zijn loopbaan, zonder dat daar de voortdurende druk moet zitten om te blijven produceren, dan zijn die systemen van beurzen of projectsubsidies of de combinatie ervan, dat iedereen dat een beetje kan uitzoeken, dat is eigenlijk de kracht van ons systeem geweest, volgens mij. Wat ik nog problematischer vind, is dat men dat er nu, we zitten in een gigantische crisis, dat men dat er nu doorduwt, wanneer eigenlijk heel de sector zegt van wij willen dit nu niet.